Hoofdstuk 12 uit mijn boek Anders Denken, Anders Voelen, Anders Doen gaat over overtuigingen. Want wat zijn overtuigingen nu precies? Nou, mijn favoriete definitie is: een overtuiging is een gedachte die je vaak denkt en voor waar aanneemt. Dat is alles wat een overtuiging is. En het mooie is dat overtuigingen niet vaststaan. We denken misschien van wel, maar het is niet zo. Kijk maar eens terug op je eigen leven. Misschien zijn er wel overtuigingen die je vroeger had en nu niet meer. Of andersom. Dus overtuigingen, die kies je. Daar heb jij invloed op. Je bent niet overgeleverd aan overtuigingen. En verder is het ook interessant om te weten dat je belemmerende overtuigingen hebt. Maar ook bekrachtigende overtuigingen. En vaak hebben wij de neiging om onze belemmerende overtuigingen meer te geloven dan onze bekrachtigende overtuiging. Nou, het is heel interessant om jezelf eens af te vragen, waarom doe ik dat eigenlijk? In dit hoofdstuk beschrijf ik ook hoe overtuigingen ontstaan. En een hele mooie metafoor vind ik het verhaal van de olifant. Een olifant wordt in Azië gebruikt als lastdier. En een babyolifantje wordt dan met een touw vastgebonden met een stok in de grond. En die babyolifant die wil natuurlijk helemaal niet vastzitten, die wil vrij zijn. Dus die probeert dat stokje uit de grond te trekken en los te komen van de touw. Dat lukt niet. Nou, hij probeert dat natuurlijk meerdere malen, maar op een gegeven moment gaat hij geloven dat hij dat niet kan. En dan wordt dat een feit. En dan wordt die olifant ondertussen groter en groter en trekt zware lasten, is ontzettend sterk. Wij weten in het nu dat die volwassen olifant met gemak dat touw en dat stokje uit de grond kan halen met één ruk van zijn hoofd. Alleen de olifant die doet dat niet, omdat hij gelooft dat hij dat niet kan. Nou, dit vind ik een hele mooie metafoor voor ons eigen leven. Als kind zijn wij dingen gaan geloven. En misschien waren die dingen toen waar, maar het kan ook best zijn dat ze toen al niet helemaal waar waren, omdat je als kind de wereld anders waarneemt dan als volwassene. En als je als kind bent gaan geloven dat je iets niet kan, dan denk je dat dat nu nog steeds zo is. Alleen je bent nu volwassen, je hebt veel meer kennis, veel meer ervaring, veel meer potentie. En je kunt nu vaak veel meer dan je denkt. Dus je hoeft je niet te laten beperken door je overtuigingen. Elke gedachte die je vaak denkt en die je voor waar aanneemt, dat wordt een overtuiging. Dus jij kunt nu beginnen met het creëren van nieuwe overtuigingen die beter bij je passen en die jou helpen in plaats van dat ze je belemmeren. Hier gaat hoofdstuk 12 over. Je kunt, als je dat leuk vindt, hoofdstuk 1 uit mijn boek gratis downloaden op mijn website. En dan zie ik je graag bij de volgende video.